kan het even heel voorzichtig laten zien wat het gevaar is. Op het moment dat ik zo zit en door zou rijden, dan lig ik hier, op het asfalt. En doe het nu te... ik kom hier al bijna niet weg. Op deze manier. Ja, dank u wel. Kuiderkerk aan de Rijn wil als eerste dorp van Nederland rolstoelvriendelijk en rollatorproof worden. Tijdens wandelingen met minder valide inwoners heeft het dorpsoverleg in totaal 80 knelpunten in kaart gebracht, die door de gemeente Alphen moeten worden aangepakt. Nou, wij kwamen erachter dat wij heel veel ouderen hebben in Kuiderkerk aan de Rijn, die toch wel last hadden van obstakels op de weg. Dat kan een loszittende tegel zijn, maar dat kan ook een grindpad zijn in het park, een hellinkje, waardoor ze versneld hun stappen moeten nemen. En toen we dat hoorden, dachten we, nou, dat moet anders kunnen. We gaan het rollatorproof maken. En hier zitten we met hetzelfde probleem. Wat is het vervelendste dat u zelf heeft meegemaakt? Nou, ik ben meerdere keren letterlijk uit mijn rolstoel gevallen. Op het moment dat ik tegen een tegel aankwam, een stoeptegel die een centimeter, twee centimeter uit de grond steekt. Dan lig je letterlijk op het asfalt. En ja, dat zijn hele vervelende dingen. Ervaringsdeskundigen vinden dat er bij de gemeente Alphen een cultuuromslag moet komen, zodat voortaan standaard rekening wordt gehouden met mensen die slecht ter been zijn of met een kinderwagen lopen. Dat erkent wethouder Kees van Velzen. Als ik gewoon zie wat er allemaal ligt, dan denk ik dat dat klopt. Dat wij een heleboel principes hanteren. Bijvoorbeeld bij lantaarnpalen, die moeten netjes recht in lijn staan. Maar dat kan wel eens betekenen dat die gewoon midden op de stoep terechtkomt. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Dus ik denk inderdaad dat een cultuuromslag, anders denken vanuit de gebruiker, dat dat ons helpt om te zorgen dat dat allemaal veel gebruiksvriendelijker wordt. Ja, het is goed dat de gemeente daar aandacht voor heeft.